We hebben nog één klein ander dingetje uit die tijdsperiode. We hebben net oude instrumenten gezien. En René, jij bracht een fragment mee van de stokviool. Ja. Laten we eerst even luisteren. Ja. Gerben, waar vind je dat nou op lijken? Een doedelzak lijkt het wel. Ja. Grappig, hè? Ja. Dat zo'n instrument wat je helemaal niet verwacht eigenlijk, dat het zo'n klank voor heeft. Waar zou jij het op vinden lijken, Borre? Ja, ik had echt niet een instrument. Ik vond het inderdaad ook een beetje de doedelzak, ook wel een viool. Maar ik vond het heel Midden-Oosters klinken eigenlijk. Totaal niet West-Europees. Okay. Dus dat viel me wel gelijk op. Oké. Maar het is uit die romantische tijd. Ja. Nou, ik zie dat voor me, al die mensen die daar flaneren en die dan met me op de picknick gaan, begrijp ik. We hebben een beeld ervan. Maar René, vertel eens, wat deed ze daar nou met dat ding? Ja, wat deed ze met dat ding? Nou, het was in de romantische tijd. En sommige bevolkingsgroepen, natuurlijk niet de arme boeren, die niet. En ook niet de arme arbeiders, die niet. Maar de wat goedere burgerij ging dan in die romantische tijd bijvoorbeeld wandelen over de mooie hei of door de mooie bergen. En dan kwamen ze aan bij een weidje met schapen en een herder en een mooie groep bomen. En daar werd dan halt gehouden. Dames met parasols en heren helemaal mooi gekleed. En daar werd dan gepicknickt en gegeten en vrolijk gepraat. En daar wilde men dan ook muziek bij. Maar neem nou maar eens een hele viool of een hele piano mee op je picknicktocht. En nou is er in die tijd een wandelstokviool ontwikkeld. Die er gewoon als een wandelstok te gebruiken is. Maar als je hem uit elkaar schroeft en je zet hem daarna weer op een andere manier in elkaar. Dan heb je dus zo'n wandelstokviool dat dit geluid produceert. Er zit natuurlijk helemaal geen klankkast in of wat dan ook. Het is echt alleen maar de snaren die je aanstrijkt met je strijkstok. En dat maakt dan dit geluid, de wandelstokviool uit die tijd. Prachtig, net een doedelzak. Ja. Dankjewel. Ja.